Hey, welkom bij een nieuwe video. De geboorte van een dier is een van de mooiste dingen op aarde. Maar wist je dat er ook wel eens geboortes voorkomen die ontzettend zeldzaam zijn? Er zijn zoveel ongewone dieren in onze wereld die het waard zijn om minstens één keer gezien te worden. En moeder natuur blijft ons nog steeds verrassen. Welkom in de wilde en wollige wereld van de geep. Een zeldzaam en mysterieus dier dat deels geit, deels schaap is. Stel je voor dat je twee dieren als een geit en een schaap probeert te mengen. Het lijkt alsof het resultaat vergelijkbaar zou zijn met een eenhoorn of een chimera. Hoewel de geep ongelooflijk zeldzaam is, duiken ze af en toe op als een mystieke wezen dat is ontsnapt uit de wereld van bijvoorbeeld Harry Potter. En wanneer ze dat doen, zijn ze een lus voor het oog. Nu vraag je je misschien af, hoe creëer je in hemelsnaam een geep? De waarheid is dat het niet kunstmatig kan worden gemaakt. Het is een natuurlijk fenomeen dat optreedt wanneer een geit en een schaap paren en een levensvatbare hybride creëren. Maak kennis met Springrose, een opmerkelijke geep die haar thuis heeft in Kentucky. Haar trotse eigenaar, Catherine Bell, bezit en fokt babydolschapen, mini La Mancha geiten en Nigeriaanse dwerggeiten, samen met andere boerderijdieren zoals kippen, miniatuur ezels en paarden. Op een dag terwijl ze een Nigeriaanse dwerggeit hielp bevallen, stond Catherine voor de verrassing van haar leven. Toen ze naar het pasgeborene dier keek, staarde ze naar een geep. Het dier had een lange staart, een wollige vacht en een gezicht dat perfect leek samengesmolten uit de twee diersoorten. Hoe ongelooflijk, nietwaar? Maak kennis met een kalf dat de plaatselijke bevolking in een Braziliaans dorp sprakeloos achterliet omdat het met twee hoofden werd geboren. Een kalf dat geboren wordt met twee hoofden is een zeldzame gebeurtenis, maar dit gebeurde in 2013 op een boerderij. Het kalf had ook vier ogen en twee monden en in de videobeelden kun je zien hoe de boer het dier voedt met melk. Volgens de dierenarts die het kalf controleerde is deze aandoening super zeldzaam en wist hij niet hoe dit kon gebeuren. De oorzaak zal waarschijnlijk een genetische mutatie zijn geweest, maar het kalf werd voor de rest gezond en sterk geboren. Een leiger is een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Dit hybride dier behoort tot het geslacht Panthera van de familie der katachtigen. Deze machtige dieren zijn de ultieme mix van de koninklijkheid en woestheid van hun ouderlijke soorten. Leigers kunnen meer dan 400 kilogram wegen en meer dan 3 meter hoog zijn als ze op hun achterpoten staan. Dat klopt, dit zijn niet je gewone huiskatten. Niet alleen hebben leigers indrukwekkende grootte aan hun zijde, maar ze hebben ook een unieke fysieke kenmerken die hen onderscheiden van hun leeuwen- en tijgerfamilieleden. Zo hebben ze vaak een heel opvallend vachtpatroon met strepen van hun tijgerafkomst vermengd met de gouden manen van een leeuw. Het lijkt erop dat ze het beste van beide werelden hebben, maar de fantastische eigenschappen van de leiger stoppen niet bij hun uiterlijk. Ze hebben ook intrigerende persoonlijkheden, want ze staan bekend om hun speelsheid en uitgaande karakter, net als een leeuw, terwijl ze ook onafhankelijk en machtig zijn, net als een tijger. Ze zijn dus vrij zeldzaam en de meeste leigers die vandaag de dag bestaan zijn eigenlijk het resultaat van het fokken in gevangenschap. Zou jij een leiger als huisdier willen hebben zoals de mensen in deze foto? Laat het me weten in de reacties. Dit ongewone dier werd geboren in 2015 in Thailand. Aanvankelijk konden de mensen niet begrijpen wat het precies was, want het dier zag er erg vreemd uit. Volgens de lokale bevolking was het een krokodillenbuffel, omdat hij het lichaam had van een buffel en de kop van een krokodil. Het is moeilijk te zeggen hoe en waarom het monster precies zo is geboren, maar helaas leefde het niet al te lang. Het verhaal vertelt echter dat de lokale bevolking het dier vaak bezocht omdat ze dachten dat de geboorte van het monster geluk zou brengen aan hun dorp. Rosie is een golden retriever mix die zorgde voor een enorme verrassing toen ze moest bevallen. Rosie was hoogzwanger naar het dierasiel gebracht waar ze liefdevol werd verzorgd. De baasjes van de hond, Katie en John, waren enthousiast om nog een hond toe te voegen aan hun steeds groeiende roedel. Maar toen Rosie uiteindelijk beviel, viel iedereen hun kaken open, want dit waren geen gewone puppy's. De pasgeborenen leken meer op kleine koeien dan op golden retriever hondjes. De vier schattige babydieren waren zwart-wit en bruin-wit gevlekt, net als koeien. Kun je hun verbazing en ongeloof voorstellen toen ze dit voor het eerst zagen? Want waren dit nou puppies of kalveren? Het onwaarschijnlijke viertal werd Daisy, Clarabel, Betsy en Moe genoemd. Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie wie de vader is van deze schattige koe-mutanten. Maar één ding is zeker, het zijn zeker geen golden retrieverhonden. Of de hond nu een geheime afspraak had met een naburige koe of een knappe gevlekte hond, we zullen het nooit weten.
Maar wat we wel weten is dat deze vier prachtige babydieren een glimlach op je gezicht zullen toveren. Door Rosie's onwaarschijnlijke bevalling zien we dat alles mogelijk is in de wereld. Eén ding is zeker, deze kleine koehonden zullen zeker de geschiedenis ingaan als een van de meest unieke bevallingen van dieren ooit. In 2015 werd in Mexico een haai met een cyclopsoog geboren. Ja, je hoort het goed. Deze haai heeft maar één oog en was slechts 56 centimeter lang. Deze ontzettend zeldzame aandoening heet cyclopia en kan bij verschillende dieren, maar ook mensen voorkomen. De haai werd gevangen door een visser en werd daarna naar een aquarium gebracht waar hij goed werd verzorgd. Ik kon helaas niet vinden of de haai nog steeds leeft, maar wat haaien betreft was dit het eerste gedocumenteerde geval ooit. De ongewone vondst hielp wetenschappers om de aandoening beter te bestuderen en er valt nog veel over te leren. De kama is een klasse apart, een werkelijk uniek schepsel met een temperament net zo heet als de zon in Dubai. Nu kruisen van dieren steeds gebruikelijker wordt, is de kama het bewijs dat niets echt buiten de mogelijkheid ligt. De kama is een kruising tussen een kameel en een lama die via kunstmatige inseminatie tot stand is gekomen in Dubai. Het doel was een dier te fokken met de grootte en kracht van een kameel, maar het karakter van de lama. Het dier werd gefokt door een Britse wetenschapper met de bedoeling het beste van beide kamelen en lama's te combineren. De kama is een aanblik om te zien, want hij lijkt op een lama die flink aan de steroïden zit, met de langere poten van een lama, maar zonder de opvallende bult van een kameel. Het idee achter de kama was om een soort woestijnmeeldier te creëren met het draagvermogen van de kameel, maar zonder de terughoudendheid om mensen te gehoorzamen. Maar ondanks zijn indrukwekkende gestalte blijkt de kama een flinke kopzorg te zijn. Hij valt mensen aan, bijt ze en weigert stil te blijven staan. Daarom bouwden zijn makers een dummy als gezelschap, maar helaas heeft zelfs dat het wilde dier in hem niet getemd. Sterker nog, hij is er helemaal niet van gecharmeerd en is begonnen met het bijten van de dummy. Het probleem op het moment van de kama is dat er geen geschikte partners voor hem zijn in het dierenrijk, want hij is voor sommigen te groot en te zwaar en voor anderen te klein en te licht. Hier is nog een gek verhaal en ik laat het aan jou over of je het gelooft of niet. Een man uit China probeerde iedereen ervan te overtuigen dat zijn kat een hond ter wereld heeft gebracht. Hij beweerde dat zijn 3-jarige kat was bevallen van een Chihuahua-hond. Volgens de man waren er 4 kittens geboren en een hondje bij hem thuis. Hoe dit echter heeft kunnen gebeuren blijft een mysterie, want normaal paren honden en katten niet. Heb jij enig idee hoe dit kan? Of zou het verhaal nep zijn? Laat het me weten in de reacties. De zonki is een wilde dier dat het nageslacht is van een kruising tussen een zebra en een ezel om een hybride te creëren. Een zonki heeft een mannelijke zebravader en een vrouwelijke ezelmama nodig. Maar nu komt het leuke. Terwijl hybride dieren in het wild voorkomen, zijn zonkies een zeldzame uitzondering op de norm. Het echte wonder is dat zonkies eigenlijk kunnen gedijen in het wild in tegenstelling tot sommige andere hybride dieren. Immers, zebra's en ezels zijn vaak in elkaars buurt te vinden in Afrikaanse regio's, waardoor het waarschijnlijker is dat er een beetje liefde tussen hen ontstaat. En als je denkt dat zonkies een nieuw verschijnsel zijn, denk dan opnieuw. Deze gestreepte wezens bestaan al sinds de 19e eeuw, met verslagen die teruggaan tot 1859. Dat klopt, deze dieren zijn misschien zeldzaam, maar ze maken voor een lange tijd al deel uit van de natuur. Er gaan ook hybride creaties op het internet rond, zoals deze paardhaai. De vraag die je misschien afvraagt is of ieder dier kan paren met elk ander dier. En het antwoord is nee. Er zijn biologische barrières die de voortplanting tussen verschillende diersoorten voorkomen, zoals verschillen in chromosomenaantallen en genetische compatibiliteitsfactoren. Daarnaast hebben dieren ook vaak specifieke paringsrituelen en gedrag dat alleen past bij hun eigen soort. Kruisingen tussen verschillende diersoorten zijn dus erg zeldzaam, en vooral in het wild. Hoe bizar het er ook uitziet, dit arme dier is een varken gekruist met een olifant. Volgens het verhaal was de olifantvarken 1 uit 8 biggetjes die in de provincie Yiling in China was geboren. De rest van de biggetjes zagen er naar verluid normaal uit. Het arme diertje heeft echter niet lang geleefd, want slechts 2 uur na zijn geboorte overleed het. Er wordt gespeculeerd dat de mensen een experiment hadden uitgevoerd en dat het varken daarom leek op een olifantvarken. Erg zielig als dit waar is, vind je ook niet? Heb je wel eens gehoord van leopons? De leopon is een kruising tussen een leeuwin en een mannelijke luipaard.
De eerste gedocumenteerde kruisingen kwamen voor in dierentuinen in het jaar 1910. Karel Hagebeck, de bedenker van vele verschillende hybriden, heeft ooit de geboorte van Leopolds vastgelegd in de Hamburgse dierentuin in Duitsland. Maar helaas hebben ze geen van allen de volwassenheid bereikt. Echter, een in gevangenschap gefokte hybride in een andere dierentuin zou meer dan 20 jaar hebben overleefd. Volgens verschillende meldingen zouden leeuwinnen en mannelijke luipaarden ook in het wild hebben gepaard. Het klinkt zeer onwaarschijnlijk, maar er zijn rapporten van een natuurlijke paring tussen een luipaard en een leeuwin. Toen een leeuwin in de vruchtbare periode kwam, paarde ze met de luipaard en kreeg naar verluid leoponwelpjes. Wat leopons nog meer interessant maakt, is een unieke combinatie van kenmerken. In tegenstelling tot leeuwen zijn ze vaardige klimmers en genieten ze van het water tot frustratie van hun leeuwinnenmoeders. Leopons zijn zware dieren, bijna zo groot als leeuwen, met stevige lichamen en korte poten, net als luipaarden. Ze hebben bruine vlekken, lichter van kleur dan de zwarte vlekken van de luipaard, en hun staarten zijn gepluimd, zoals die van een leeuw. Zeehonden zijn fascinerende dieren die zich hebben aangepast aan het leven in het water en op het land. Het zijn sociale dieren die leven in grote groepen en meestal grijs of bruin van kleur zijn. Maar heb je wel eens een gouden zeehond gezien? Onlangs werd een zeldzame albino babyzeehond ontdekt op het afgelegen eiland Tijuluni in de zee van Otosk in Rusland. Vladimir Burkanov was degene die het zeldzame schattige zeehondje spotte en besloot de foto's ervan meteen online te delen met de rest van de wereld. De gaur is een Aziatische rundersoort die voorkomt in de bossen van India en Zuidoost-Azië. Deze enorme osachtige dieren waren ooit een bekend gezicht in hun thuislanden, maar tegenwoordig zijn er slechts een schamele 36.000 van over in het wild. Het is een triest feit dat zo'n prachtig dier op de rand van uitsterven staat. Maar wetenschappers hebben hier een oplossing voor gevonden. Ontmoet Noah, de eerst gekloonde gaur die werd gedragen in de baarmoeder van een koe genaamd Bessie. Een team van experts van het Advanced Cell Technology Institute in Massachusetts voerde een kloonprocedure uit die huidcellen van een overleden gaur namen inficeerde met koeieneieren die van hun kernen waren ontdaan. Klinkt als iets rechtstreeks uit een science fiction film, nietwaar? Dezelfde technieken die de iconische Dolly het schaap creëerde, bracht Noah tot leven. In een korte tijd stal Noah de harten van zijn verzorgers met zijn grenzeloze energie en vriendelijke aard. Binnen 12 opwindende uren na de geboorte kon Noah op zijn eigen benen staan en een kijkje nemen in zijn nieuwe omgeving. Maar helaas sloeg het noodlot te snel toe. Op de tedere leeftijd van 1 dag begon Noah tekenen te vertonen van een veel voorkomende infectie en ondanks dappere inspanningen van zijn verzorgers bezweek hij aan de ziekte. Het was een pijnlijk einde aan een veelbelovend begin. Het bedrijf achter Noah's kloonprocedure zeggen echter dat Noah's vroegtijdige dood niet te wijten was aan het klonen zelf. Het is heel zeldzaam wanneer een koe 3 kalveren tegelijk ter wereld brengt. Maar een gelukkige boer uit de Amerikaanse plaats Viroqua was degene die de getuige was van dit wonder. De 3 kalfjes kregen de namen Hope, Faith en Love en ze waren allemaal gezond geboren. De man werkte al bijna 60 jaar op een boerderij en hij had nog nooit zoiets gezien. Deze gebeurtenis vond plaats in 2017 en wordt als uiterst zeldzaam beschouwd, omdat het ongebruikelijk is dat koeien meer dan 1 kalf tegelijk ter wereld brengen. Maak kennis met de verbazingwekkende kooiwolf. Het is een derde oostelijke wolf, een derde westerse wolf en een derde westerse coyote met een sterke hondengenetica erin gegooid. Jarenlang werden deze mysterieuze dieren verkeerd geïdentificeerd als oostelijke coyotes, maar hun grootte alleen al heeft experts en gewone mensen laten krabben achter hun oren sinds ze voor het eerst werden gespot in 1969. Wat we niet wisten is dat een team van onderzoekers onlangs heeft onthuld dat onze kooiwolfvrienden zijn geëvalueerd door het fokken van westerse coyotes met oostelijke wolven. Dit gebeurde in het Algonquin Provincial Park in het koloniale Canada in het begin van de jaren 1900. Deze hybriden hebben zich sindsdien verspreid en gedijen in heel Oost-Noord-Amerika in elk denkbaar habitat. Ze passen zich ook gemakkelijk aan in het platteland, buitenwijken en zelfs stedelijke steden. En het gaat niet alleen om hun genetica. Deze jongens zijn taai met grotere en sterkere schedels en kaken, langere benen en pluizerige staarten dan normale coyotes. Maar dat is nog niet alles. Deze aanpasbare wezens zijn zelfs zwaarder dan normale coyotes en wegen ongeveer 25 kilogram meer.
Het is zelfs voor mensen niet gemakkelijk om een tweeling te krijgen. Maar het lijkt erop dat dit paard, Destiny, het geluk had om twee keer een tweeling ter wereld te brengen. De eerste tweeling verscheen in 2018 en in 2022 schokte Destiny iedereen opnieuw door weer een tweeling te baren. Het Ierse sportpaard kreeg veel media-aandacht hiervoor en het was beide keren een grote verrassing voor haar eigenaren. Dit is zeker een moment dat maar één keer in de 1000 jaar gebeurt. Witstaartherten zijn dieren die voornamelijk voorkomen in Zuid-Canada, in het zuiden van Brazilië en Peru en bijna de gehele Verenigde Staten. Ze leven in verschillende habitats, waaronder bossen, woestijnen, bergen en moerassen. Wanneer een hert bevalt van een tweeling is dat al behoorlijk zeldzaam. Maar in dit geval beviel het hert van twee kalveren die beide een andere vachtkleur en patroon hebben dan de ander. Tweelingen kunnen ook verschillende vachten of patronen hebben omdat elk kalf een unieke combinatie van genen van zijn ouders erft. Het percentage witte kalfjes wordt geschat op ongeveer 1-2% van alle geboren kalfjes. De bijzondere gebeurtenis van deze verschillende kalveren werd op camera vastgelegd. De moederhert heet Lacey en ze beviel naar verluid eerst van een wit kalfje en toen haar eigenaar zich omdraaide beviel ze van het andere kalfje. De video legt het hele geboorteproces vast, inclusief de moeder die de kalfjes schoonmaakt en aanzet om op te staan. Hoewel witstaartherten meestal geboren worden met roodbruine vachten met witte vlekken, is de bruine vacht een veel voorkomende variatie die natuurlijk kan voorkomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe de kalfjes hun eerste stappen zetten en zich hechten aan hun moeder. In juli van het jaar 2016 haalde een visser de krantenkoppen nadat hij een vis had gevangen met twee monden in Lake Champlain in New York. De visser was helemaal geschokt en deelde haar vangst onmiddellijk op haar Facebookpagina. Binnen enkele seconden ging de foto viraal en mensen waren gefascineerd door de ongewone vis. Er wordt gespeculeerd dat de twee monden het resultaat waren van een zeldzame genetische mutatie. Nadat hij werd onderzocht door wetenschappers, werd hij daarna weer vrijgelaten in het meer. Maak je klaar voor een bijzonder schepsel uit de diepte van de Arctische Oceaan. Het blijkt dat narwallen en witte dolfijnen, twee nobele soorten van de walvisfamilie, in het wild kunnen kruisen om een narluga-hybride te creëren. Deze fantastische wezens zijn gezien in Groenland en heeft iedereen verbaasd doen staan. Wanneer een narwal en een witte dolfijn elkaar ontmoeten, dan kan er een zeldzame narluga geboren worden. Een narluga heeft een lange en sterke staart, borstvinnen als riemen en een vacht zo grijs als winterveld. Het blijkt dat witte dolfijnen en narwallen rondzwerven in de Arctische Oceaan en hun gebieden overlappen tijdens de wintermigratie. Naarmate het zeewater bevriest, zwemmen witte dolfijnen verder naar het zuiden, terwijl narwallen in hun bevroren winterse gebied blijven. Wetenschappers vonden het eerste bewijs van een narluga-hybride in de schedel van een ongewoon dier dat in 1990 aanspoelde voor de kust van Disko Bay in Groenland. Deze fantastische wezens zijn echter niet nieuw voor de populatie van Inuitjagers in het gebied. Inuitjagers zijn inheemse jagers in de poolgebieden die generaties lang gejaagd en gevist hebben in het Arctische klimaat. Vaak gebruikten ze traditionele methoden en hulpmiddelen zoals harpoenen, speren en honden om hun prooi te vangen. Volgens hen zwerven narluga's al heel lang in een hoekje van de wereld rond. Ze vinden ook dat narluga's lijken op Frankensteinmonsters. Vind jij dat ook? Deze kleine schildpad, genaamd Hope, is super zeldzaam. Ten eerste is hij albino en ten tweede is hij geboren met zijn hart buiten zijn borstkas. Hoe gek het ook klinkt, je kunt het hart van deze schildpad heel duidelijk zien. Ze is voor veel mensen over de hele wereld een symbool van hoop en inspiratie geworden. De schildpad leeft vandaag de dag nog steeds en het is een actief en gelukkig diertje die goed wordt verzorgd door haar eigenaar. De wereld kan soms behoorlijk gek zijn, zoals in het geval van een kat die blijkbaar puppy's baarde in het zuiden van Brazilië. Het verhaal ging dat Cassia Aparecida de Souza, een 18-jarige bewoner, als eerste het onwaarschijnlijke nest ontdekte. Ze beweerde dat haar kat Mimi 3 puppy's en 3 kittens had gekregen die het helaas niet hadden overleefd. Ze geloven dat de hond van de buren iets te maken had met de zwangerschap van Mimi. Het bleek later dat als de pups 78 chromosomen hebben, ze echte honden zijn. Maar als ze er 38 hebben, zijn ze katten. Dit verhaal liet de stad in verwarring achter en verdeelde de mensen. Hoewel het theoretisch mogelijk is dat honden en katten zich voortplanten, is het uiterst onwaarschijnlijk dat ze nakomelingen krijgen vanwege genetische onverenigbaarheden. Zelfs als ze zich voortplanten, zouden eventuele hybride nakomelingen onvruchtbaar zijn en niet in staat zijn om zich voort te planten.
Er zijn enkele zeldzame gevallen van honden en katten die zich voortplanten, maar er zijn geen gedocumenteerde gevallen van een levensvatbare hybride tussen de twee. Daarom zijn vele mensen uiterst sceptisch over dit verhaal. Geloof jij dat het mogelijk is voor een kat om puppy's te baren? Laat het me weten in de reacties. Dit kleine ongewone varkentje, genaamd Mara Clara, werd geboren op de Filipijnen in 2014 en toen mensen zagen dat het biggetje 2 koppen en 3 ogen had, waren ze helemaal geschokt. Op de videobeelden is te zien hoe surrealistisch het varkentje eruit ziet. Maar geen zorgen, ze is gezond en kan normaal eten, drinken en bewegen. De eigenaren besloten haar te houden en zorgen voortdurend voor haar. Er wordt gedacht door wetenschappers dat dit het enige varken in zijn soort ter wereld is. Maya, 's werelds eerst gekloonde Arctische wolf, is niets minder dan een wonder. Ze belichaamt wat er mogelijk is wanneer wetenschap en natuur samenwerken in harmonie. De Arctische wolvenpup van 3 maanden oud werd in juni geboren door een beagle-surrogaatmoeder. Dankzij Sinogene Biotechnology, een in Beijing gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in dierlijke klonen, werd Maya gezond ter wereld gebracht. Wat interessant is aan Maya is dat ze er anders uitziet dan alles wat we ooit hebben gezien. Met een vacht van sneeuwwitte bont en een doordringende blauw-grijze ogen is ze een fascinerend gezicht om te zien. Haar bestaan is een eerbetoon aan de baanbrekende wetenschappelijke technieken die werden gebruikt om haar in deze wereld te brengen. Het creëren van Maya was echter geen kleinigheid. Ze gebruikte somatische celkerntransplantatie, een laboratoriumtechniek die ook werd gebruikt om Dolly het schaap te maken. Om Maya te creëren hadden het bedrijf donorcellen uit een huidmonster van de originele Arctische wolf en injecteerden ze vervolgens in een hondeneicel. Het gebruik van honden als ideale surrogaten was deels te wijten aan hun genetische afkomst die significant overlapt met die van oude wolven. Maya's geboorte is een opmerkelijke prestatie die de kracht van wetenschap en genetica benadrukte bij het behoud van bedreigde diersoorten. In het gezicht van snel afnemende populaties van Arctische wolven biedt Maya's klonen hoop voor een voortdurende overleving. Hexapus is een zeldzame octopus die in 2010 werd ontdekt door een Britse wetenschapper voor de kust van Wales. De octopus had slechts 6 armen in plaats van de gebruikelijke 8 armen. Hij kreeg ook een tweede naam, Henry, vernoemd naar koning Hendrik VI, die 6 vrouwen had. Men denkt dat de 6 armen het resultaat zijn van een genetische mutatie, hoewel de oorzaak onbekend is. Vanwege deze aandoening werd Henry een grote beroemdheid en was hij in talrijke nieuwsartikelen en televisieshows te zien. Voor 2003 leek het tot het leven brengen van uitgestorven soorten iets rechtstreeks uit de science fiction roman. Maar dat veranderde allemaal toen in Spanje een Pyrenese steenbok werd geboren dat als uitgestorven was verklaard. De Pyrenese steenbok was een eens overvloedige bergheid die uniek was aangepast aan zijn ruige omgeving. Celia was de laatste in haar soort en stierf in het jaar 2000. Slechts 10 maanden daarvoor slaagden Spaanse natuurbeschermers erin om haar celmonsters te bewaren door middel van cryogene bevriezing. Wetenschappers uit Spanje en Frankrijk gebruikten vervolgens een kloonproces vergelijkbaar met dat van het dollyschaap, waarbij kernen uit Celia's bewaarde cellen werden getransplanteerd in geiteneieren zonder hun eigen genetisch materiaal. Nadat deze eieren waren geïmplanteerd in hybriden van een Spaanse steenbok en huiskoeien, werd er in 2003 een vrouwelijke Pyrenese steenbok geboren. Helaas leed deze kloon aan een aangeboren longdefect dat voorkwam dat ze zuurstof kon opnemen. Hierdoor overleefde het vrouwtje slechts 10 minuten en stierf het kort na de geboorte. Ondanks haar snelle ondergang biedt het klonen van de Pyrenese steenbok hoop voor toekomstige inspanningen voor het behoud van bepaalde diersoorten. Het is ook een eerbetoon aan de ongelooflijke wetenschappelijke vooruitgang die we kunnen boeken in het gezicht van tegenspoed. Het verhaal van Celia, de laatste Pyrenese steenbok en haar kort gekloonde opvolger dient als een belangrijke herinnering aan het belang van zorg voor de natuurlijke wereld om ons heen. En hey, wist je dat de wetenschappers zelfs mammoeten proberen terug te brengen? Welk uitgestorven dier zou jij terug in leven willen zien? Laat het me weten in de reacties. Gipsy is een witte Duitse herder uit Nova Scotia, Canada, die in 2011 beviel van een ongewone puppy. 7 puppy's waren volkomen normaal geboren, maar de laatste verraste letterlijk iedereen. De puppy, die Jade werd genoemd, was namelijk groen. De eigenaren waren erg in de war, maar grapten dat hun puppy de hulk was geworden. Dierenartsen legden uit dat de groene kleur veroorzaakt werd door een aandoening genaamd pseudochromodysplasie, een zeldzame genetische mutatie waardoor de huid en de vacht van de hond een groen pigment produceert.
Heb je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als een grizzlybeer en een ijsbeer jongen zouden krijgen? Wel, maak kennis met de pislybeerhybride, ook wel bekend als growlers. Hoewel de naam misschien niet al te intimiderend klinkt, geloof ons als we zeggen dat je deze dieren niet wilt tegenkomen in het wild. Pislyberen erven eigenschappen van zowel hun ijsbeer als grizzlybeerouders. Deze dieren maakten voor het eerst hun verschijning in het Canadese Arctische gebied in 2006 toen een man een pislybeer spotte met de witte vacht van een ijsbeer, maar de lange klauwen, bultige rug en bruine vlekken van een grizzlybeer. Sindsdien zijn er meer waarnemingen van deze dieren geweest waarbij deskundigen geloven dat het smelten van het Arctische zeeijs ijsberen verder naar het zuiden dwingt. Dit is waar ze grizzlyberen tegenkomen die zich naar het noorden uitbreiden. Maar wat maakt de pislybeer zo uniek? Ze hebben niet alleen een opvallend uiterlijk, maar ze zijn ook zeer aanpasbare dieren die voedselbronnen kunnen zoeken op een breder scala. De dikke vacht hebben ze geërfd van de ijsbeerouder en het helpt hen om koudere temperaturen te verdragen. Hun schedel is een mix van een ijsbeer en grizzlybeer en geeft hen een biomechanisch voordeel. Het opduiken van de grizzlybeer is een teken van het ongelooflijke aanpassingsvermogen van deze geweldige dieren, maar het roept ook belangrijke vragen op over een lange termijnsoverleving. Naarmate onze planeet blijft veranderen, kunnen we alleen maar gissen wat voor andere ongelooflijke hybriden we in de toekomst nog kunnen tegenkomen. Eén ding is zeker, de natuur vindt altijd een manier om zich aan te passen en te overleven. Heb je ooit enorme lange oren gezien bij een geit? Nee? Maak kennis met Simba, een babygeitje uit Pakistan die werd geboren met 45 centimeter lange oren. Door de jaren heen bleven zijn oren maar groeien en vandaag de dag komen ze letterlijk tot aan de grond. Het is misschien moeilijk voor Simba om te lopen zonder op zijn oren te trappen, maar hij is een gelukkige en gezonde geit die graag speelt en zijn omgeving verkent. Zijn unieke verschijning heeft ook de aandacht getrokken van dierenliefhebbers over de hele wereld. Nee, de wolfin is geen typfout en je hebt ook niet verkeerd verstaan. Kijk maar eens goed naar dit bijzondere hybride zeedier. Wolfins zijn super zeldzaam en ontstaan door de paring van een tuimelaardolfijn en een false killer whale. Het is ook opmerkelijk dat Kekaimalu, de eerst ooit geboren wolfin, 3 nakomelingen heeft gekregen. In 2005 beviel Kekaimalu van een vrouwelijk kalf in het Sea Life Park in Hawaii. Het dier was een kwart false killer whale en een 3/4 Atlantische tuimelaardolfijn met een prachtige mix van lichtgrijze en zwarte kleuren. Terwijl ze nog steeds sterk afhankelijk is van de melk van haar moeder, gist het kalf soms bevroren kabeljauw uit de handen van de trainers en speelt ermee als speeltjes. Het ongelofelijke is dat ze stukken groter is dan dat ze zou moeten zijn en stukken groter dan normale dolfijnen van haar leeftijd. Hoewel dit nog steeds extreem zeldzaam is, biedt de geboorte van dit wolfinkalf een unieke kans voor wetenschappers om meer te weten te komen over deze fascinerende hybride dieren. We hebben het tot nu toe over veel vreemd uitziende dieren gehad. Maar hier hebben we waarschijnlijk de engste, een geit met een demonisch gezicht. Kijk maar eens naar de foto en je zult begrijpen waarom het dier zo werd genoemd. Toen de foto van de geit online verscheen, ging hij meteen viraal en maakte veel mensen bang. Maar dit was niet de enige geit die er eng uitziet. Hier hebben we namelijk een geit met een menselijk gezicht. Dit arme dier was geboren in India en heeft een zeldzame aandoening waardoor zijn ogen groter zijn geworden. Wat is het schattigste babydiertje wat jij ooit in het echt hebt gezien? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.